Ik ben Dirk van Os. Ik woon in Uithuizermeeden. En ik zit in maatschap met mijn ouders en met mijn twee broers. We hebben een akkerbouwbedrijf. En we hebben hier 43.000 hennen met uitloop. De gezondheid van de kip is voor ons belangrijk, ontzettend belangrijk. Want die kip moet lang blijven zitten. Hij moet gezond blijven. Met uitloop zit je natuurlijk met hogere ziektedruk. Hier in Noord-Groningen waait het vaak erg hard en de kleibodem blijft wat langer nat. In het verleden hebben we toch lange tijd gehad dat kolie een groot probleem was. Vooral op het eind, maar die weerstand van die kip, die wouden wij toch extra ondersteunen. Ja, eens in de zoveel tijd word ik inderdaad gebeld door schippers en dan vragen ze of er nog bijzonderheden zijn of ze nog wat voor me kunnen betekenen. En als er problemen zijn, dan komt er even iemand langs. Dan hebben we het daarover en dan kunnen wij daar een oplossing voor zoeken. En zodoende zijn we ook aan die Cold Feed Health en de DioClean gekomen, ja. DioClean hadden we eerst, maar dat hield de leiding inderdaad schoon. Die koliedruk bleef toch in de stal zitten. Daarvoor hebben wij dus de Cold Feed Health erbij opgezet, zodat dat echt bestrijdt. Ja, eerder was het echt zo dat wij op een ronde, aan het einde van de ronde, echt konden zeggen dat kolie gewoon een bepaald percentage en uitval is geweest. Nu hebben wij veel minder last van kolie. Ja, wij gebruiken Cold Feed Health nu 3 jaar en wij zijn daar heel goed tevreden over. Wij hebben echt veel minder problemen met de gezondheid. Het werkt praktisch met die dozer. Je kunt hem instellen en hij mengt het precies goed op en je hebt er geen omkijken naar. Dat valt prima. Ja, als je echt enorm veel last van kolie hebt en als dat echt een probleem is wat door de jaren heen doorgaat in elke ronde, ja, dan zou ik het zeker Cold Feed Health proberen.